Recordings in progress. Dus goedemorgen iedereen. Hartelijk welkom bij deze sessie over crypto's. En we vinden omheen, we zien wat rode cijfers op het bord. En dat heeft vooral te maken met het marktsentiment natuurlijk op de Amerikaanse markten. We zagen ook dat banencijfers waren wat tegengevallen. En mensen zijn bang dat de Federal Reserve eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. Gisteren hadden we ook een behoorlijke down market natuurlijk ook in de aandelenmarkt. En je ziet ook dat de aandelenmarkt slash cryptomarkt aan elkaar verbonden zijn. En dat er vooral heel veel toch de cryptomarkt naar beneden wordt getrokken. En dus dat is deze. En dat is namelijk. Zag ik dus gisteren ook op Yahoo Finance, hè, job report, Stokes Fear, met Fed may have waited too long. Dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de triggers die je dan kunt vinden. Ik zal even Finvis erbij pakken. En we hebben ook volgens mij een heel mooi overzicht van de cryptomarkt. En dat kun je dus ook qua performances zien. Ja, dat zie je dus eigenlijk op een heel mooi overzicht. Maar het is niet helemaal een mooi overzicht, omdat het niet in USD is. Hier wel. Kijk, en hier heb ik een heel mooi overzicht, globaal gezien. Ja, dat we eigenlijk nu lagere top hebben gevormd bij BTC ook. In zowel in euro als in de dollar. En heel veel altcoins ook. Dat altcoins, zoals Ethereum. Nou, XRP doet nog wel redelijk rond de 60%. Maar voor de rest is het een beetje kom in de kwel. En dat is een beetje marktconform natuurlijk wat we hebben gezien. Dus een behoorlijke sell-off op de aandelenmarkten. En daar dient zijn gevolgen ook op de cryptomarkt. Ja, en dat is namelijk niet zo fijn natuurlijk. Maar goed, het werd wel vaker voor hete vuren gestaan natuurlijk. Kijken of ik dat. Kijk, dit is dan afgelopen 7 dagen. Afgelopen maand. Ja, afgelopen maand zien we dat BTC per saldo 0 is opgeschoten, maar de meeste andere coins wel naar beneden zijn gegaan. Dan kan ik kijken of ik select custom date kan doen van. Kijk, 0101, dus afgelopen jaar. Even kijken. Ja, dan pakt hij ook andere bij, dus niet zo heel handig. Maar goed, het komt eigenlijk op neer dat we nu behoorlijke downturn in de markt hebben gezien. Waar het eindigt, ja, dat weten jullie niet. Maar goed, gaat nooit in één rechte lijn omhoog. We zien wel dat misschien dat we nu wel wat aankooppunten kunnen vinden op het gebied van de coins. Dus dat is wel goed om dat even op te pakken dadelijk. Even kijken hoor, wat dan even team kunnen opnemen. En we zien dat de market dominance van Bitcoin lijkt me sterk dat ja, die blijft al redelijk hoog, hè? 55% in Ethereum, 60%. Die twee die een beetje stuivertje wisselen, maar die twee zijn wel de sterkhouders van de hele cryptomarkt, dus 71% in zijn totaliteit. Nou, we zien dus dat. Ja, grote klappen worden gezien, opgemerkt ook bij Dogecoin, Ton, Cardano, afgelopen 7 dagen. Ja, dat is allemaal niet zo heel fijn natuurlijk. Maar goed, nou kijken wat er nou ook is gebeurd op het gebied van de in- en outflows van de markt, van de Bitcoin. We zien, even kijken. We zien wat nieuwe data's. Dus we gaan even kijken naar wat er dan verder is gebeurd. Ik ben toch benieuwd wat er dan gebeurt ook als de markt onder druk staat, of dan ook outflow komt. Nou, augustus 1, alleen de afgelopen week, dus alleen maar werd gekocht de afgelopen weken. Met tussenpozen van een aantal dagen, pauze. Even kijken of die grayscale nu eindelijk ook een keer klaar is met het verkopen.
En die blijft natuurlijk ook een verkoper hier. Die blijven aan het pumpen. Maar goed, die zal toch een keer om nul uitkomen. Dus dat is wel prima. Dan gaan we kijken naar of er andere ontwikkelingen zijn. Updates van MicroStrategy zie ik in Marathon Digitals. Kijken wat zij hebben gedaan. En ja, die hebben dus eind, ja, op 1 augustus, nadat op juni 20 laatste plukjes gekocht, die hebben 11.931 coins bij zijn gekocht. En 1 augustus zien we dus ook dat iets is bijgevoegd. Nou, dus een Marathon Digital, of kijken wat Marathon doet. Dat is bij deze ook verkocht. Ik ben toch wel benieuwd naar deze bedrijven, hè, die je dus ziet. Of die nou ook een beetje goed blijft presteren. Met mining en dat soort dingen. Dus dat is wel interessant om dat te kijken. Dus Bitcoin, nee, die kun je wel even kijken hoor. Dat is dus TradingView, die heeft erbij pakt. Ik ga even kijken naar Bitcoin Treasuries. Ja, Bitcoin Treasuries. Dat is namelijk de aandelen die ik erin heb gezet. Kijk of hier dan ook IBIT. Deze, dat is dan het stokje volgens mij. Funds. Kijk, all doen hè. IBIT Trust, dus deze. Ga ik even bijzetten. Plus Grayscale. Wat was er nog maar? Grayscale. Bitcoin Trust. GPT, dus deze. Dan gaan we deze even pakken en dan pak ik even de GPTC. Nou, die houdt nog een beetje goed stand, maar die is ook een beetje een afkalf natuurlijk. En IBIT. Kijken of deze erbij staat. IBIT. Die staat erbij, maar waarom staat deze dan niet erbij? Misschien alfabetische volgorde. Oh ja, hier. Hij ziet dat deze dan ook behoorlijk is gestegen, maar ook afgelopen. Ja, sinds maart blijft het een beetje hangen. Zie je dat? Een beetje apart. Maar goed. En dan gaan we kijken naar de verschillende aandelen die ik dus hier heb opgepakt. En voor mij staat hij. Ik moet even wat dingen toevoegen. Cypher. Cypher Mining. Deze heb ik nog niet toegevoegd. Hut eet wel. US Clean Spark. GLSK. GLSK. Stocks. Nou, die staat niet. CLSK, sorry. Wacht nog mijn bril trouwens. CLSK. CleanSpark, deze. Dus het is wel leuk om ook dat soort fondsen erbij te pakken. Dus ook voor het sentiment. En dat je dan een extra hefboom kunt creëren met aandelen. Dus misschien is het wel een aardig idee, bijvoorbeeld om met, ik weet niet of er opties genoteerd zijn op een aantal aandelen. Zoals IBIT op de Trust bijvoorbeeld, of op Mara, er zijn lagere dingen, of Riot. Nou, hier heb je best wel veel optiepremie op. Ik kan me wel voorstellen dat het wel hoger is, hoger speculatief is, maar goed. Maar dan ga je voor het algemeen marktsentiment kijken. Nexon die doet goed naar Bitcoin. Groep. Een Duitse partij is er volgens mij ook naar beneden. Nou, kan natuurlijk niks verbazen dat alles naar beneden is gegaan de laatste dagen. Maar goed, gaat ook werkt twee kanten op, of omhoog of naar beneden. Maar als je de Core Scientific hier bijvoorbeeld, dat in juni met een gap-up behoorlijk is gestegen. Nou, GBTC hebben we net over gehad, het fonds. Nou, Galaxy Digital. Dat is op zich wel interessant, want Galaxy. Die staat natuurlijk, deze, die staat, even kijken. Kunnen we het wel doen? De prijs staat er niet bij, hè? Nee. Enterprise value, Bitcoin, cost basis, oké. Okay. Maar goed,
Dit is ook een hoogst speculatief aandeel natuurlijk, omdat Mike's Galaxy ook behoorlijk geleveraged is. Nou, Hive zag er ook net voorbij komen. Maar dit zijn dus, kijk, Hut 8, is ook allemaal behoorlijk speculatieve aandelen. Maar goed, ik wil niet iemand daarop triggeren, maar het is wel een ideetje om ook even te kijken naar dit soort fondsen. En je ziet ook MicroStrategy is ook meer dan viervoudig vanaf begin van dit jaar. En vorig jaar stond het zelfs nog veel lager. En dus dat is wel mooi. Ik weet niet of ze ook dividend uitkeren. Het is al een stoksplit worden, of niet? Split 10 op 1. Op donderdag augustus. Volgende week dan is één aandeel dan $144, meen ik. En als je dus één aandeel hebt, krijg je 10 voor terug. Zo moet je dat zien. Nexon, natuurlijk wel redelijk. Riot, ook helemaal door het putje. Square, dat is ook een interessant aandeel over het algemeen, hè, van Jack Dorsey. Ook topman is alvast van Twitter, was natuurlijk. Dit is een nieuw fonds wat ik heb uit de lijst heb gehaald. Ik heb nog even die lijst gehad bijwerken. Maar goed, Bitcoin 6 is leuk om naar te kijken. En misschien heb ik even jullie hulp nodig. Kan ik dit lijstje op een of andere manier, kan ik deze lijst ook delen, copy link? Denk het wel. Dus als ik deze dan ga delen met jullie in de groep, dan ben ik benieuwd of deze watchlist gedeeld kan worden. Dus ik weet dat Peter ook altijd TradingView gebruikt. Klopt dat? En zo ja, dan ben ik toch benieuwd of dat lukt. Dus ik weet niet wat er gebeurt. Watchlist. Van watchlist van TradingView. Aandelen in de BTC. Deze. En dan die andere, dat is misschien wel leuk om dat ook te doen, Peter. Misschien kun je mij ook een beetje helpen ermee. Of dat lukt inderdaad, dan pak ik die andere. Dat is namelijk Bitfavo lijst. Voor het geval dat je dat nog niet hebt gedaan, maar dan kun je daarvoor Bitfavo jerven. Maar ik zou kijken wat daar bij moet of af. Ga ik deze ook even delen. Share list. Krijg ik een linkje. En dan heb ik hier. Dit is dan Bitfavo lijst. Deze. Dus deze, dit is dan, dit zijn de twee dingen die ik wil met jullie delen, sowieso. Dus de vraag is, klopt dat? Nou, als dat mooi is, dan hoor ik het straks graag. Dan ga ik even kijken wat er dan aan de hand is. We moeten terug natuurlijk naar de Bitfavo-lijst. Dan ga ik even naar deze. En dan gaan we kijken. Kom ik dan weer terug? Performance kun je bekijken. Oh, dan kun je ook de performances zien. Nou, risico is natuurlijk hoog. Met een bepaald, ja, advies erbij. Maar goed, waar het advies vandaan komt, weet ik niet. Maar nu is dan de vraag: hoe kom ik terug? Hoe kom ik terug op die lijst? Want ik wil die grafiek zien. Ja. Voor mij kan het beter zo doen. Watjes erbij pakken. Full chart. Ja, dit is hem. Ik heb hem weer. En dan wil ik deze even splitsen zoals altijd. Maar dan naast elkaar. Zo. En wil ik de ene wil ik dan op week zetten. Zo. Inch, 1 inch. En dan wil ik even die trading view erover loslaten. Even dit trading alert erin. Zo. En deze. Hey. Oh, misschien is mijn licentie verlopen, zie ik. Dat kunnen.
Oké. Nou, dat is goed, dat wist ik niet anders. Dan heb ik geen houvast, maar goed. Dan kijken of we dan wat positieve dingen kunnen zien. Links is 1 week, rechts is de dag. Nou, dan zie je dus dat een beetje op apengapen ligt nog steeds. Ik ook helemaal naar Gort. Gort zie ik. Ja. Ook allemaal niet. Ook in juli 90 naar 33. Gewoon 2/3 van af. Dus echt niet goed. ARPA. AR ook niet het al te best. AVAX, AXL, AXS. Balancer. Ook naar beneden. Band. Die aardig ligt een beetje op de steun. Dus dat kan dan nog wel. Rechts dat je daar dus ook een zie je daar dus ook een dingetje kijken met Bitcoin Cash Bico valt dat tegen helemaal naar beneden helemaal beter naar beneden. Deur ook verkeerd. Zelfs Binance die ook onder druk staat. Bancor. Dan kan die weer halen. Volgens mij heb ik geen koers meer van. BTC. BTC ook een beetje onder druk natuurlijk. 1098, ook naar beneden, dus ook allemaal geen feest. Zoals je ziet. Sealer, network of weinig. Chillis. Ah, CLP. Crow, ook naar beneden. Ook niet crypto.com. CFP, dat is wel een mooie point om naar te kijken straks. Casper ook naar het dieptepunt ziet zij CVX ook. Nee, het doet wel redelijk. Cyber op de low. Data streamer volgens mij ook naar beneden. PCR ook naar beneden. TPB. Dodo ook niet al te best. Dogecoin. Dusk. Moet het stof bij worden. EGLD toch weer teruggevallen. 11. Nou, dat lijkt een beetje op een, ja, een green shoot. Maar goed. AE. 11. Dat is misschien een aardige om naar te kijken straks. Engine toch helemaal terug. Maar dat zo'n coin ook heel hard omhoog en gelijk weer naar beneden. Dat is toch echt bijzonder, hè? IOS beneden. Earn. Twee. Ethereum. Nee, echt vrolijk word je allemaal niet van. Claire, ook helemaal naar beneden. Phantom, ook helemaal naar beneden. Nee, FTX token hoef je niet over te praten, natuurlijk, dat is uitgespeeld. Allemaal één rechte lijn naar beneden. Zie je dat? Dat is echt slachting. Knozen zelfs. Knozen ook naar beneden. Verteren aan. Oké. Hi-Fi. Nou, dat doet me nogal redelijk, maar dat houdt ook niet echt over. High is low. HNT. Nou, die doet het wel redelijk. Hot. Holo is dat. SCP ook naar beneden. Dus alles op zijn laser gekregen. Zie je dat? Jup, loop toch naar beneden. Kava, Clay, Commodore, KNC, KSM, Link, Low,
Maar nou ook 80 cent. Nou, ik vind ook geen halvering of een derde eraf. Gewoon helemaal. Ja, meer dan zeker 80 cent eraf op een gegeven moment. Dat is niet te fijn. Met ik ook, valt ook helemaal tegen. Zie je dat? Zijn geen goede bewegingen dit. Ja, dat maker, zelf maker haalt naar beneden. Nano near protocol zelfs. Nuls. Lumens ook. 1,10. Van 75 tot 80% naar beneden. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, het staat er wel. Want we daar. Hondo. Ja, een politiek ass. Pendel, Peppe. Dan zou ik even naar de meme coins kijken, maar die zullen ook wel heel slecht zijn natuurlijk. Polyx. Power Ledger. Ja, die blijft wel aardig liggen dan. Prime zit niet in zijn prime. Fundix is toch slecht. Quark Chain. Ook niet de beste. Bitum. Ray ook helemaal naar beneden. Met TNT. Rebrand. Ajaxic. Rune. Ravencoin. Safe is ook niet goed. Safe. Die is echt niet veilig. Meer dan half cent. KSLP, FNT, FNX, Sol ook. Het is ook waanzinnig dat het echt zo hard naar beneden gaat. Maar goed, het is niet anders. Het komt al. Eén voordeel als het laag is, kun je op een gegeven moment weer goedkoop opkopen. En dan. Oké. Super. Zie kijken. Cistia, TNS, Tomo, Trace. TRX, zelfs de oud-gediende ook slecht. Dus het TWT ook niet al te best. UMA, Unfi, Uniswap. Ook slecht. VeChain, ook niet al te best. TGX, VTC. Vertcoin, nou die doet het wel aardig, Vertcoin, dus dat is wel mooi. Veto. Wifi Win, BLD, Boe. USD, ja, dan zijn we dus weer. Dan valt het zo rond. Bij de X zijn we alweer, dus WiFi, Zeta. Zeta Chain, ook helemaal naar de nul silica zelfs, dus ZRX. En dan was het, kijk, ik hoorde dus dat nam dat de watchlist van Bivago niet goed is. Het kon treasury. Oké. Snel even kijken. Kopie. Exportlist. Ja. Bitfavo TXT. Exportlist. Maar als ik dan terug ga, dan kan ik deze zo doen. Kun je ook dan een lijst importeren? Is de vraag. Importlist. Kijk. Oké, dan doen we het andersom. Dan ga ik nog even laten zien dus dat je dus bij watchlist volgens mij bij de pijltje naar beneden importlist doet. Dus zal ik even die Bitfavo-lijst hier inzetten. En ik heb volgens mij net Bitfavo gedaan. TXT, dat is de watchlist. En zal ik ook even die andere nog doen dan? Dat is toch een kleine moeite voor mij. Ga ik even naar die andere. Dat is die Bitcoin Treasuries. Moet ik er hier naartoe? Volgens mij. Nee, hoe tekent het maar? Bitcoin Treasuries. Nou, dan ben ik deze kwijt. Hoe tekent het maar? Ik moet een dingetje maken dat deze dan.
Oh, hier, sorry. Pijltje omhoog, export licht. Kruisje. Dan ga ik even voor jullie nog requestries dus toevoegen. En dan deze requestries. Kijk, dan heb ik op deze manier deze gefixt voor jullie. Mooi. Oké. En dan gaan we even de meme coins bekijken. Dus de meme coins stonden erbij. Er zijn niet zo heel veel, maar dat is ook allemaal. Ik even die meme coins erbij pakken. Nou, dat zegt ook voldoende dat deze helemaal beneden zijn gegaan natuurlijk. Elon, Loki. Het is ook allemaal niet zo spannend natuurlijk. Oké, nou goed, in ieder geval die andere documenten zijn ook toegevoegd. We kijken naar 11 of daar iets op te vinden is. Dus dan ga ik even naar CryptoPanic. Ja, kijk. Ja, Elf is natuurlijk in die AI. Daarom is dat misschien ook leuk, inderdaad. En dat was een tijdje geleden op CoinSpeaker, zie ik hier. Ja, dat is om te kijken. Even kijken of hier dan. Even kijken. Het algemene sentiment natuurlijk. Het is niet alleen wij natuurlijk dat we ook onder druk staan. Nee, het is 11 nog goed. Als we dit even die 11 erbij pakken. Kijk, dat is wel iets, een bliksemschichtje. Nou, dus AMA was dat. Ask anything. Dus 11 zit meer in de AI, blockchain en gaming. Dus dat is hartstikke mooi. Dus het is al geweest. Dus kijken of dat dan. Weet je, nieuwe development partnerships. Dus er zit altijd reuring in de markt. Dus als je even kijkt naar die 11, naar het nieuws, hè, naar de grafiek ook, nou, dan zie je toch dat hier wat reuring in is komen te zitten. Dus dat is mooi. Dus dat is wel mooi om daar toch even naar te kijken. Nou, kijk, tot slot heeft Advantage, of we daar dan ook een aankoopspunt kunnen vinden op dagbasis natuurlijk. Dan moet ik de Bitcoin erbij pakken, dag. Hier terug is gevallen. Steeds in de trading range, mag natuurlijk ook geen verbazing hebben. Ethereum ook. En dan wil ik toch even kijken naar die Bitcoin en Ethereum prijs. Kijk, Ethereum is zwakker, hè? En dan zie je dus dat Bitcoin opveert. Vanaf 17 ETH, dus nu moet je 20 Ethereum betalen. En dat kan dus recht, best wel dat hij dan richting 22 gaat. Dus een beetje in het midden. Dus dat is wel een opmerking. Dus Bitcoin nog steeds sterker ten opzichte van Ethereum. Nou, Solana ook naar beneden, dus dat is ook geen feest. Ja, er is eigenlijk weinig aankoopspunt. Ik denk als we vanmorgen gaan kijken naar de algemene markt sentiment. Negatief slecht, maar goed, als je soort DCA'tje wil doen, nou, dan kunt u een mandje pakken van een aantal coins. Die bijmiddelen, maar niet alles in één mandje natuurlijk.
Nu dat is in één keer. En 11, dat is toch een interessante denk ik om naar te kijken. Ah, hey. 11, dat je dus hier dus ziet. In ieder geval, bedankt voor de attentie. Weer nog opmerkingen zijn, vragen zijn. We kunnen ze afronden. Dan ga ik zo naar het vliegveld richting Nederland. Dus hartstikke mooi. In ieder geval bedankt Peter ook voor het meedoen natuurlijk. En ik spreek je spoedig. En goed, dankjewel Peter en anderen ook die straks ook de opname gaan bekijken. De opname is goed gelukt. En ik wens je heel veel succes en een fijn weekend. Hasta la vista. Ciao, ciao.